left a good job in the city, working for a man every night and day. And I never lost 1 minute of sleep and worry about the way things might have been. Big wheels keep on turning, oh, the primary keep on burning. I said rolling, 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 rolling on the river. Rolling on the river. I said rolling. Zodat de jury normaal zijn werk kan doen. Even zo, even zo. Nou, kan ik? Volgens mij vond het publiek er niks aan. Ik denk ik kan een heel lang verhaal gaan afsteken. Doe ik niet, want er zijn er nog drie. Maar de keuze van het eerste liedje, een onbekend liedje, vind ik heel goed gedaan. Want dan moeten mensen herkennen dat liedje niet. Dus dan moet je ze echt overtuigen met de zang. Deed je heel goed, die hoge noten die er weer kwamen. Ja. Waar hou je die weer vandaan? Want het is ongelooflijk. Nou. Tweede liedje, ook een hele goede keuze. Vooral van de low tempo naar up tempo. Echt briljant. Maar ik ga het nu doorgeven, want... Ja. Oké, okay. Dan ga ik verder. Ik weet niet wie Edwin McCain is van het eerste liedje. Niemand weet dat. Maar het is nu jouw liedje, want je zong hem werkelijk fantastisch. Het tweede liedje... Wacht nog even. Het tweede liedje... Ja, ik ben nog niet... Jongens. Nee, het tweede liedje vond ik subliem opgebouwd. Heel mooi, rustig begon. En ja, daarna ging het dak eraf. Helemaal te gek. Volgens mij stond je helemaal stijf van de zenuwen toen je met I'll Be begon. Daardoor verloor je een beetje de timing, moet ik zeggen. Maar toch... Nee, dat... Hallo, het is zo. Hallo. Maar je deed het zo voortreffelijk. En inderdaad, wat Edwin zei, die hoge noten, waar haal je het vandaan? Dat was meteen... Oké, okay, en toen zat je erin. En toen ging die weg. Zijn we nog een spot houden? Journey gaat het over Proud Mary zeggen. Jim, ik vind het zo plezierig om te merken dat na alle liedjes die je tot nog toe voor ons gezongen hebt, dat je laat zien dat je stem zich ontwikkelt, dat je groeit. Want het eerste liedje wat je zong, wat wij allemaal niet kennen, daarvan was het eerste deel weer een beetje dat nasale, dat eentonige waarvan wij zeiden in het begin van kijk eens of je daar misschien ook uit kunt komen. En verdraaid bij het refrein, daar ging je. En daarmee bevestigt je wat wij hopen elke keer, dat je je verder ontwikkelt. En dat laat jij heel duidelijk zien. Nou, het tweede stuk...
tweede stuk, dat is een hele grote favoriet van mij. Ik ben een ontzettende fan van Tina Turner. En nou ja, dat is dus gezongen door een vrouw, maar ik vond dat jij dat net zo goed deed. Dank je wel.